ik ben er maar even bij gaan zitten, want... Ja, want al heb je dat dan gelezen ook over die KNVB en Nederland zelfs al en Oranje, dan val ik bijna om. Oh, van verbazing. Dus ik denk, oh, gaan we zitten, want juist, Bina, wat een toestand weer. En juist nu, wij de laatste tijd hebben, dat moet jullie ook opgevallen zijn, dat die wappies, daar hoor je niet zoveel meer van. Nee, de wappie is een beetje stilgevallen. Want normaal ook op dit kanaal, dan gaan die wappies, die gaan altijd ontzettend tekeer als er maar iets over inenten is, of dit of dat, gevaarlijk, niet doen, en oh god. En denk aan je DNA, en noem het allemaal maar op. En de laatste tijd zijn die wappies er heel voorzichtig achter, dat het werkt, het vaccin. Ja, hoe is het mogelijk? Ja, het vaccin werkt. Ja, inderdaad. En ze denken ook bij zichzelf, ja, maar straks kan ik dan niet meer reizen. Of ik kom een beetje buiten de maatschappij te staan. En laat ik het dan ook maar doen, want het was eerst geloof ik 28%, die wilde niet. En nu nog maar 13. Dus ja, de wappie is een beetje aan het verstand krijgen, zal ik maar zeggen. Ja, maar wat gebeurt er nou met de KNVB? Ja, precies weer het omgekeerde. Want dan komen er 5 of 6 spelers en die zeggen dan van, ja, maar ik wil niet gevaccineerd worden. Nou, ja zeg. Hoe haal je het in je hoofd? Hoe is het ook mogelijk? De Olympische Spelen, daar kan je alleen naartoe als je een injectie hebt gehad. Want Japan zegt, anders kom je er niet in, dan mag je hier niet meedoen. Wegwezen als je geen injectie hebt gehad. Nee, bij de KNVB zeggen ze, oh nou, als jij geen injectie wil nemen, nou dan is het ook goed. Nee, niet goed. Niet goed. Want als iemand het krijgt van die 5 of 6 die nee hebben gezegd, wat dan? Ja, dan moet je ze toch allemaal weer in quarantaine zetten. En ik vind wat je allemaal moet doen. En een geklooi. En jongen. Hey, wil je bij het Nederlands elftal meedoen? Dan pak je die prik. Punt. En dan is het in dit geval, is het dan Memphis Depay heb ik geleerd. En De Ligt. En Weghorst. Kan niet schelen wie. Je laat je vaccineren en anders wegwijzen. Ja, heel makkelijk. En zo moet de KNVB dat doen. En ook Frank de Boer, die is hier dus ook schuldig aan. En het zijn dit soort dingen. Nu al bij het Nederlands elftal. Waarvan ik denk... daarom heb ik er gewoon niet zo heel veel vertrouwen in. Bij het EK.